Hallo kijkers! We zijn hier nu in Utrecht, in de stad, en wij gaan wat vragen stellen aan wat mensen. Okay, let's go. Let's go. Jongens, mogen wij jullie een vraag stellen? Ja hoor. Ja, mag het? Stel jezelf even voor. Oh, ik ben Peter. Wat moet ik meer zeggen? Of, Nee, niks. Ik ga nu de vragen stellen. Oké. Plas je wel eens onder de douche? Ja. Oké, dat is eerlijk. Dan heb ik nog een tweede vraag. Oké, prima. Wat is het meest beschamende wat je ooit hebt gedaan? Ja, echt geen flauw idee. Sorry, dat... geen flauw idee. Ah, nou, dat is wel jammer. Sorry, maar ik ga Nee. Oké, nou, doei dan. Weet je, sommige mensen die lijken dan met, zeg maar, als ze met een squad lopen, denk ik van, oké, die mensen hebben vast wel wilde verhalen of zijn wel tof. Maar helaas, toch niet. Hoi allemaal, het is Lucie. En Naomi is hier niet, ze moest naar huis. Ja, dus ik ga nu gewoon in de stad mensen vragen stellen. In mijn eentje, nee niet in mijn eentje, ik ben met Mitchell. Is een jongen van mij op school, zit samen in de klas, weet je toch? Shout out aan Mitchell. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Hallo? Mag ik jullie wat vragen? Oh no, God! No, God, please, no! 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 Oké, het is wel, alweer gebeurd. Nooit wil... Dit gebeurt vaker, hè? Dit gebeurt vaker. Nooit wil iemand bij mij... Ja, ik ga niet meer vragen. Hallo meneer, mag ik u wat vragen stellen? Shit. Ja, is goed. Is ja? Goed. Ja. Oké, ik ga u 3 vragen stellen. Waarover gaat het dan? Waarover gaat het? Over alles. Trouwens, hoe lang ben jij eigenlijk? Hoe lang ik ben? Ja. Ik weet niet, 1 meter, 76 of zoiets. Ja, Nee, want je hebt wel een goede feest. Ik ben aan het scouten, dus ik zou je misschien de scouten, maar goed. Alright. Oh ja, ik vind het wel dope. Maar kun je dat hierna? Ja. Ja, dank u wel. Yes, dank u wel. Oké, ik tel weer. Oké, ja. Plast u wel eens onder de douche? Eerlijk. Ja, wel eens. Ja. Oké, wat is het beschamendste wat u ooit heeft gedaan? Good question. Ja, ik schaam mij niet zo heel snel voor dingen, eerlijk gezegd. Dus ik kan niks schiet me te binnen, ik weet niet. Nee. Oké. Heeft u per ongeluk uw docent ooit mama genoemd? Ik ben zo lang niet op school. Zal vast wel een keertje ooit gebeurd zijn. Nee, ik kan me niet... Nee. Heeft dat nooit gedaan? Yo, docent mama noemen? Ja, per ongeluk. Nee, dat denk ik niet. Want kijk, weet je, dus ik kom sowieso van een andere land. Dus wij dus noemen docenten geen... we noemen ze echt gewoon mevrouw. Blah. Je moet altijd dus een... Dus nee. Oké, ja, ik heb het wel vaker gedaan. Alright. Ja. Alright, good luck. Yes, thank you. And I will look for the... En als je dus broer... Dan heb je een broer die langer is... Ja. Because, weet je, je lijkt op de zoon van... Will Smith. Dus dat. Ja. So, kom, if you like it. Ja, ik ga denk ik wel komen. Yes, denk wel. Is goed. Oké, mag ik u een vraag stellen? Jawel. Ja, is goed. We zijn vlog voor elkaar en friends. Ik heb een vraag voor jou. Wat zijn jullie hier aan doen? We zijn vlog voor elkaar en friends. Voor Orokara, maar hij is niet van Orokana. Wat is dit? Hij is mijn cameraman voor vandaag. Oké, we gaan verder. Op zoek. Bij expeditie mensen vragen in Utrecht Centraal, Robinson. Dat was echt een slechte grap, jongen. Mama. Wat een drama. Hallo mevrouw, mag ik u wat vragen? Nee, niet. Oké. Ze deed wel op een... Oké. Ik ga het aan die meiden vragen. Kom maar mee. Mag ik u wat vragen? Ja, hoor ik een ja? Ik zou wel ja. Ja? Oké. Ik heb 3 vragen voor je. Oké. Plas je wel eens onder de douche? Nee. Zeker weten. Ja. Ik hoor daar zo dat onzin. Ik wil in de eer. Ik was er niet bij als ik douche. Dat is onzin. Oh, punchlines. Oké, volgende vraag. Ja. Noem eens iets waar je heel erg voor schaam. Wat je ooit hebt gedaan. Even nadenken. Waar schaam me voor? Helemaal niks. Nee, weet ik veel. Ja, dat ik mijn telefoon ben kwijtgeraakt. Dat? Dat ja. Moet sowieso wel iets anders zijn. Oh, dat ik niet binnenkwam bij schoolfeest. En waarom kwam je niet binnen bij schoolfeest?
Ja, wangedrag. Jij wangedrag? Ja. Oké, laatste vraag. Heb je docent ooit mama genoemd? Nee. Nee, nog nooit? Nee. Wauw, ben ik echt de enige die de fout heeft gemaakt? Ik heb het vaker gebeurd. Ik heb wel meer, maar... Nee? Oké, nou, dat was het. Dankjewel. Oké, dankjewel. Wat een gare antwoord, joh. Ik ga het aan deze meneer vragen, ja? Ja? Wapens zijn leuk. Ik ga dit zo. Die mensen die de krant uit hun dicht zijn. Nee, ik ga het aan deze man vragen. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Ligt eraan, wat is er? Oké, ik heb 3 vragen voor jullie. Plas je wel eens onder de douche? Natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Nou, dat is eerlijk. Ja, kom, elke man doet dat niet. Het is toch alleen maar water? Daarmee bespaar je toch alleen maar water? Ja, oké. Dat is toch heel normaal? Oké, volgende vraag. Noem eens iets waar je heel erg voor schaamt, wat je ooit hebt gedaan. Ik schaam me eigenlijk helemaal nergens voor. Oké, noem eens iets heel grappigs wat je ooit hebt gedaan. Poeh, heb ik niet zo even 1, 2, 3, heb ik dat niet paraat. Nee? Helaas, nee, sorry. Oké. Misschien nee, maar ja. Ik zou op dit moment eigenlijk niks weten, nee. Nou, en plas jij wel eens onder de douche? Nee, dat zeker niet. Dat echt niet. Nee, dat vind ik echt heel smerig. Liegt hij? Liegt hij? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, ik vind het echt smerig. Nee? Oké, volgende vraag. heb je je docent ooit een keertje mama genoemd? Nee, maar wel heel veel van mijn klasgenoten wel. Ja? Maar ik zelf nooit. Nee, daar ben ik heel, heel trots op, want ik noem mijn ouders helemaal niet papa en mama. Nee? Nee, ik noem mijn ouders gewoon bij zijn voornaam. Oh, oké. En jij? Misschien 1 keertje gebeurd, denk ik. Op de basisschool of zo. Ja? Bij mij ook, hoor. Sorry, mama. Ik kan wel, je bent mijn echte mama. Maar ja. Nou, is goed. Dank u wel. Hey. Ja. Okay. Hallo, mag ik u wat vragen? Nee. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Nee, sorry. Ik ben hier echt klaar mee. Mag ik iets aan je vragen? Oh, nee, man. Barf! Barf, barf! Barf, barf, barf! Ik ben kapot boos. Nooit wil iemand barf! Ga maar neer. Nee, nooit wil iemand een keertje gewoon ja zeggen tegen mij. Altijd nee. Of die ene... Aliciano, fuck. Nee. En hoe voel je je daar nou bij? Ja... Ik ben er gewoon echt klaar mee, weet je dat? Mag ik jullie wat vragen? Ja? Oké. Ik heb 3 vragen voor jullie. Ja. Plas je wel eens onder de douche? Nee. Jij? Nee. Oké. Zeker? Ja. Zeker? Ja. Jullie liegen allebei. Volgende vraag. Okay. Noem eens iets heel beschamends wat je ooit hebt gedaan in je leven. Nou, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet even hoor. Nee, jij? Nee, eigenlijk ook niet echt. Oké, volgende vraag. Heb je docent ooit mama of papa genoemd? Ja, dat wel. Ja? Ja, juffrouw op de basisschool. Ja? Ja. Jij? Nee, eigenlijk nooit. Nooit? Nee. Wow, ik heb het echt vaak gedaan. Maar ja, is goed, dat was het. Oké. Mag ik je wat vragen? Ik heb haast, man. Oh, je hebt haast? Oké, is goed. Ja? Hey, mag ik je wat vragen? Oké, ik heb 3 vragen voor jou. Plas je soms onder de douche? Ja. Ja? Dat vind ik heel eerlijk voor jou. Dat is heel ecologisch. Heel ecologisch, inderdaad. Heel ecologisch. Ja. Wat is het beschamendste wat je ooit in je leven hebt gedaan? Mevrouw Strijkelt. Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik moet zeggen dat ik ooit... In de sauna, zo'n openbare sauna, met van die hete stenen ook plaster op heb gegooid. Dat was al heel erg stout, ja. Heel erg stout? Ja, precies. Litchi, oké. Ja. Heb je docent ooit papa of mama genoemd? Ja, per ongeluk. Ja, dat gaat vaak per ongeluk. Ja. Is dat 1 keer of is dat vaak gebeurd? Eén keertje. Nou, ik vind je echt eerlijk, Box. Ai, later hè. Doobie 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 doobie. Agent Lutje.
Mag ik jullie wat vragen? Ik ben een ninja. Mag ik jullie wat vragen? Ja. Ja? Oké, ik heb 3 vragen voor jullie. Plas je soms onder de douche? Ja. Ik denk iedereen wel toch? Maar dan plas je toch over je been heen? Ja. Maar dat spoelt u toch daarna weer af? Dat vind ik heel eerlijk van jullie. Oké. Is dat vies dan? Nee, is niet vies, Is niet vies. Oké, volgende vraag. Wat is het beschamendste wat je ooit hebt gedaan? Geen idee. Volgens mij stond het dan op het been. Oké, maar wat was het grappigste of iets gewoon wat echt heel raar was? Wat echt heel raar was. Ik vind dit echt zo moeilijk. Ja? Ja. Vind je dat allemaal zo moeilijk? Ja. Is het gemakkelijk gewoon iets raar wat je ooit in je leven hebt gedaan? Want je denkt van staan, dat is best wel raar. Wat is die van jou dan? Die van mij dan? Ja. Kom je dan ook elkaar op kijken? Ja. Ja! Even kijken, wat is het schaamste wat ik in mijn leven heb gedaan? Ik heb ooit tegen mijn docent gezegd op de basisschool. Ik was altijd heel eerlijk. Dus iemand stonk, zei ik, je stinkt. En die vrouw die had een zweetprobleem. Dus ik zei, mevrouw! En nee, wacht. Ik kreeg straf. Dus ik zei, mevrouw, ik mag u niet. En u stinkt naar zweet. Dat zei ik. Dat vond ik heel beschamend. Jullie beurt. Nee, ik weet het ook niet. Nou, ik vind het heel jammer dat ik wel de mijne heb verteld. Jullie niet voor jullie. Maar ja, maakt niet uit. Oké, heb je docent op de basisschool ooit mama of papa genoemd? Nee. Jawel. Gabby. Heet hij Gabby? Ja. Ik zei papa. Oh, ik heb wel een keer iets beschamends gedaan. Op de basisschool, toen had ik verteld tegen mijn juf dat ik ziek was. Dus ik ging de hele dag doen dat ik ziek was. Toen heeft ze mijn moeder gebeld. Die kwam helemaal van haar werk naar mij toe. En toen stond ik zo in de gang met mijn tas. En toen kwam mijn moeder en zei ik, en waar gaan we eten? Want toen had ik gedaan alsof... Ja. Toen had ik gedaan alsof ik ziek was, maar toen wou ik uit eten. Maar wel, dus, mijn moeder. Dus je deed alleen maar alsof je ziek was om uit eten te gaan? Ja, omdat ik dan dacht dat mijn moeder me kwam ophalen. Dat we samen ergens, weet ik veel, gingen eten of zo. Ik ben heel erg teleurgesteld in je. Ja, dat weet ik. Het was ook echt heel gênant, ook voor mijn moeder. En toen had ze dus door dat ik niet ziek was, toen moest ik blijven op school. En toen ging ze weer terug naar haar werk. Ja. Shit happens. Ja. Ja. Nou, is goed. Dankjewel. Mogen we nog SO doen? Een SO? Ja. Oké, naar wie wil je SO doen? Naar Bana. Bana. Naar Lisa. En Whitney. Whitney Houston. Ai. Ja. Is goed. Oké, doei. Doei. SO naar jullie. Bana. Lisa. Whitney Houston. Plas je soms onder de douche? Nee. Voordat ik moet gaan douchen, ga ik eens plassen. Dus je hebt een wc naast je douche? Of... Nee. Dus, dus als je doucht en ik ga nu eens douchen en ik denk van, ik moet echt naar de wc eigenlijk, man. Dan ga je eerst gewoon, nee, weet je wat? Ik stop, ik ga helemaal naar de douche. Nee, helemaal naar de wc. Ja. Nou, dat vind ik echt heel hygiënisch van jou. Ja, dat vind ik ook. Oké, noem eens iets beschamends wat je ooit in je leven hebt gedaan. God. Even nadenken hoor. ik moet echt nadenken, ik weet het niet. Ik kom er echt niet op. En ik zei, ja. Ik heb wel tegen mensen gezegd, jij ruikt. Misschien moet je een beetje parfum spuiten. Maar dat is gewoon om netjes te zijn en lief. Ja, ik zei ook zoiets, maar ik zei het iets anders. Ik zei van, ik mag jou niet en je stinkt naar zweet. Oh nee, dat heb ik nooit gezegd. Ja, en toen moest ze huilen en heeft ze ontslag genomen. Meen je dat? Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Oh wauw, heftig. Dat is wel heel heftig. Dat is heel heftig. Oké, laatste vraag. Heb je een docent ooit mama of papa genoemd? Ja, vroeger. Ja? Ja. Ja. Ik ook. Nou, dankjewel. Mag ik jou 3 vragen stellen? Nee, je mag niet. Oké. Nou, dat is jammer. Ik ga je wat vragen stellen. Akana. Mag ik je wat vragen stellen? Ja, wat is de vraag? Oké. Ik heb 3 vragen voor je. Plas je soms in de douche? Nee, deze vraag heb je me al gesteld, nigga. Oh ja, nee, wacht, jou nog niet. Nee, Jeff nog niet. Oké. Plas je soms in de douche? Ja, tuurlijk. Eerlijk van je. Gewoon pis, kill. In de ochtend gewoon pis. Wel, man. Toen ik jong was, deed ik dat wel gewoon, wel vaak. Maar op een gegeven moment, als je ouder wordt, is het gewoon Akala. Waar wordt het op uitgezonden? Op internet. Ja, wat? Orkaan Friends. Oh, ja, ik pis zeker in de douche. Ik pis zeker daar in de douche. Ja, dus als ooit,
mijn pis ruikt bij jou thuis door de riolering, hé. Hey, hey, vakantie. Kijk, ja, is goed. Oké, ja, lekker. Wat is het beschamendste wat je ooit hebt gedaan? Waar, tjoh, dan moet ik wel even demmen. Beschamend wat ik ooit heb gedaan? Ik denk wel tijdens oud en nieuw naakt een rondje rennen. Denk ik gewoon, door de hele wijk en gewoon mensen groeten ondertussen en shit. Wat? Denk ik. En even dat, denk ik! Dus er kan nog iets ergens gebeurd zijn dan dat. Zeker maar. Oh joh! Je moet wel even nadenken man. Toen ik klein was. Gewoon. Mijn broek heb gepoept, zo gekakt, zo. Maar ik was niet jong, maar ik was 12 of zo. 12 en ik moest koude nodig. Ja, vriend, moest. Want de deur ging niet open. Oh, ja, 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 dat was de toren. Ja, kijk. Ik liep naar huis, maar ik moest koude nodig gewoon. Ik ga denk aan snackbox halen. En ik kon niet, omdat gewoon ik geen sleutel had en er was niemand thuis. En toen had ik mensen gebeld van ja, toen had ik mijn broer gebeld van ja, kan je naar huis komen, dit, dat. Eindstand, ja, te lang, ja. Is klaar. Gewoon daar, het was gewoon daar. Wauw. Oké, laatste vraag. Heb je docent op school ooit mama of papa genoemd? Nee, man. Nee? Ja, nee. Man, ik heb wel, ja, man. Ja? Ja, man. Ja, man. Ik heb wel een goede docent, man. Ik heb wel een paar goede docenten gehad, man. Ja, man. Nee, mami. Maar geen boete, alleen maar papa's, man. Alleen papa's? Ja, man. Dus je had een paar goede docenten, ja, papa's. Ik doe het niet. Op tape staat gewoon hoe slecht jij bent. Alle volgers kijken. Je hebt geen talent. Alle volgers kijken. Je hebt geen talent. En je kan niks. Nee, maar toch kijk. Ja? Oh ja, mag ik jullie een paar vragen stellen? Nee, je wil niet gefilmd worden? Film die bil. Mag ik jullie dat vragen? Nou, ik heb haast. Heb je haast? Yes, man. Oké, peace. Mag ik jullie wat vragen? Andere keer. Sorry. Andere keer, maar andere keer zie ik je niet. Misschien wel. Maar, wat is dat voor antwoord? Hij gooit gewoon andere keer op mij. Andere keer. Alsof ik die kijk, hoe je nog in mijn leven gaan zien. Wat?